Voor MAT Airways was het wel een hele goede vrijdag. De luchtvaartmaatschappij uit Macedonië kwam vandaag op Goede Vrijdag voor de eerste keer naar Schiphol en werd verwelkomd met een traditioneel brandweersaluut. It was really nice. The couple of follow me cars waiting for us and the armed cars also during arriving on a gate. It was really nice. 3-1. Okay. Yes. Okay. Whoa. It's an excellent Friday for us today. And I am very happy to come on Amsterdam with my airline, MAT Airways. So I hope that all Fridays on 2011 will be like today. Nou, wat MAT Airways doet is dat zij nu een nieuw punt vanaf Schiphol aanvliegen, dus Skopje in Macedonië. En zullen ook straks naar Ohrid gaan vliegen. De bedoeling is dat zij dus deze zomer dat zullen gaan doen. En in de winter willen ze dat ook blijven doen, zodat ze dus een heel jaar rond dat aanbieden. MAT Airways is een jonge airline. De luchtvaartmaatschappij is opgericht in 2009 en vliegt met twee Boeings 737. Met de komst van MAT Airways naar Schiphol is er nu een wekelijkse directe verbinding tussen Skopje, Ohrid en Amsterdam. Macedonië is a small country in the heart of the Balkans with beautiful landscape and very old and very mixed culture. Macedonië has good wine. It's a country with a lot of young people, so in terms of parties and relaxation, we have a lot to offer. It's really worthwhile to go and see. Het versterkt de banden tussen twee landen en dat is denk ik het goede daarvan. En wat wij hopen is dat er uiteindelijk meer frequenties worden aangeboden, zodat ze bijvoorbeeld 3-4 keer per week op Amsterdam vliegen. Kijk voor een overzicht van alle luchtvaartmaatschappijen op schiphol.nl/airlines.